Ja. Ik heb in mijn hof een bankske gezet, 3 polen, een plank, iets te hoog, maar het gaat net. Het zit 1000 keren bitter als een stoel uit de winkel, het bankske wat ik in mijn hof heb gezet. Het bankske wat ik in mijn hof heb gezet. Aan een prachtige bos. Ah, dat ruikt ook zo lekker. Van wie zou ik die nou toch gehad hebben? Oeh, daar hangt een katje aan. Sjaantje, bedankt voor uw gezellige klets tijdens de carnaval. Liefs, Amadeiro, kruisje, kruisje, veetje. Amadeiro. Ik ken helemaal geen Amadeiro. In ieder geval wel 2 kusjes erbij. Wat heb ik dan toch gedaan? Het zou wel weer te veel op hebben gehad tijdens die carnaval. Och, Sjaan! Leed dat hier? Wel, ik zo lopen zoeken. Ik ben blij dat ik jouw kiet mee mag poetsen, zeg. Kom ik het eindelijk weer tegen. Wimpjes gaan aan de kant. Nou zeg, daar heb ik toch zo lang lopen zoeken, dat jij daar hier gewoon in de gang hebt liggen. Dat is met een strikkenpesser. Hoe wat? Met een strikkenpesser. Oeh, strikkenpesser? Je bent niet goed wijs. Moeten kijken hier wat mooi motiefje erin zit. En een strik... Waar zit jij te kijken? Waar is dat? Ik gehad. Van wie heb je dat gehad? Daar heb je helemaal niks mee te maken. Van wie dat ik dat heb gehad, zou ik niet weten. Jullie Wim, of niet? Met onze Wim. Ik doe niks met familie. Daar begin ik niet aan. Lieve Sjaantje. Oh. Heb jij dat boeket van onze hoogheid gehad? Maar hoogheid? Nee, gewoon Amadeiro, kruisje, kruisje, veetje hoor. Maar weet jij dan wel wie dat is? Ik heb toch nog nooit zo'n mooie bos van onze hoogheid gehad. En jij zit hier gewoon, weet jij niet wie dat is? Ik ken niet. Gewoon Amadeiro of zoiets. Oh, zo en jij stond zo te lellebellen met carnaval tegen onze hoogheid. Ik schande mijn ogen uit mijn kop. En nou heb jij nog een bos. Wanneer heb je het gehad? Zeker op woensdag, of niet? Welke waard dat dan? Wanneer heb jij dat gehad? Welke waard dat dan, als jij het hebt gezien? Want ik weet niet van wie het komt. Oh ja, jij hebt echt onze hoogheid. Ja, jij met een hoogheid? Ik heb niks met hoogheden, heidenheden. Onze Prins Amadeo. Daar heb jij daarvan. Heb jij dat woensdagmorgen gehad? Eerlijk zeggen. Kijk, ik heb niks met Prins Mien. Het enige waar ik met welke prins dat ik iets heb is Prins Willem-Alexander. Oh. Nou, ik geloof niet dat hij dit heeft gestuurd, zou wel? Niet dat ik er niet blij mee ben. En toch had ik toch wel lekker dat hij ook naar mij keek. Wie? Heel de carnaval. Ik heb toch echt het gevoel gehad dat hij ook naar mij keek. En dat was ook de reden dat ik dacht, ik gooi lekkere wafels bakken. Kijk, ik stuur ik hem lekker zo'n dingetje op met lekker vers gemaakte wafels. Kijk, die is goed naar dat katje. Er staan wel 2 kruisjes onder. Dat is helemaal niet waar. Ik ken heel die mens niet. Maar goed, als ik er haar een beetje droger mee uit kan steken, dan vind ik het leuk. Bijna niks meer aan. Wilde jij ook een bloemke hebben dan? Ja? Hier, vatte jij er ook maar eentje dan. Zo. Hè? Heb jij ook waar? Vatte jij dit maar. Hoe strikkenpersen. Met een strikkenpersen, ja. Ik heb geen zin meer hoor. Wat dacht jij dan dat het waard? Het is maar goed dat carnaval afgelopen is. Ik heb nog een jaar nodig om hier weer overheen te komen. Houdoe! Maar een jaloerse kat zeg. Nou ja, ze zoekt het er maar mee uit. is een strikkenpester, mensen. En ik weet niet wat ons minder eigenlijk van heeft gemaakt. Ik ben het eigenlijk helemaal kwijt. Ik geloof dat ze zitten wafelijzen, dat ze lopen zoeken. Ik heb geen idee. Nou, je kent mailen, strikkenpester of wafelijzer. Kijk maar wat je zelf denkt dat het is. Ik zal even de binnenkant nog laten zien. Het zou ook goed de wafelijzer kennen zijn. Ik weet het eigenlijk zelf niet meer. Ik douw er altijd de strikken van ons Janus tussen. En de hakt toch mooi zitten hoor. Met mijn busken. Was ze jaloers? Was dat gezien? Mailt even. Onderstond adres. En stuurt een berichtje naar Facebook. En troost daar een beetje met de liefdesverdriet. Ik ken heel die mens niet, maar zij schijnt er heel wat mee op te hebben. Ze had het zelfs over een hoogheid. Nou, ik zie u graag volgende week. Tot ziens hoor. Houdoe. En Bibi, waar hebben ze gewonnen? Wat verzet jij niks? Aan jou komt niks. Nou. Wij doen natuurlijk aan prachtige prijzen, dus als je het goede antwoord hebt, dan komt dat bij ons binnen op de mail. Wij gaan hem persoonlijk beantwoorden, met een blafje van ons Bibi erbij. En dan mee persoonlijk krijg je ook te horen en te zien en te lezen wat je hebt gewonnen. En dan erbij staan wij ook nog op de Facebook. En we hebben geloof ik kunnen Twitter, zoiets. Dus als je weer kijkt, kan je dat ook doen. En misschien laten ze dat hieronder ook nog wel zien, waar we ons op kunnen vinden op Facebook en de Twitter of zoiets. Nou, mailen we en tot de volgende keer. Zwaaien, Bibi.